Wat is het duurste kledingstuk wat je ooit hebt gekocht? Hoe oud kan Chanel maximaal worden? Chanel dat ook wel leuk vindt. Of niet Chanel? Ja, hoeveel geld verdien jij per maand? Kan ik eigenlijk gewoon inderdaad wel snappen dat het echt super, ja, leuk is gewoon. Job hier, ik ben de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben hier vandaag samen met de enige echte. Ik ga hem er even bij pakken. Hij is echt al de hele tijd op mijn schoot aan het slapen, jongens. Kijk, ik ben hier samen met Chanel. En ik en Chanel willen vandaag samen voor jullie een Q&A gaan doen. Het is zo'n druk beestje, jongens. Het is echt niet normaal. Hij rent echt het hele huis door. Nevertheless, ik ben hier dus samen met Chanel. En we gaan een Q&A doen, jongens. Ik heb jullie op Snapchat gevraagd of jullie mij wat leuke vragen konden stellen. En dat hebben jullie gedaan, voor zover ik kan zien. En ik ga Chanel er nog even bij pakken, want jullie willen hem natuurlijk ook in beeld hebben. Kijk eens, jongens. Daar is hij, onze grote vriend Chanel. Krijg ik een kusje van je? Mwah. Hij gaat even lekker op mijn schoot chillen. Ik ga hem hier even neerleggen zo. Hij vindt het echt zo chill om dan zeg maar hier te liggen. Zeg maar dit gedeelte bij mijn buik. Als ik dan bijvoorbeeld op bed lig, komt hij er gewoon bij liggen. Dan beweegt hij gewoon niet. Hij is gewoon aan het flexen. Natuurlijk zit hij ook soms in zijn kooitje. Want hey, het is een konijn. Hij kan natuurlijk niet alleen maar in de woonkamer of op de slaapkamers chillen. Maar nu bijvoorbeeld is hij gewoon lekker hier op mijn schoot aan het hangen. Ik vind het zo cute, jongens. Ik ben zo blij met hem. Hè. Echt waar. Ik ben echt een soort van dierenvriend geworden sinds ik... Ja, ik was het eigenlijk al wel, maar nu nog meer. Ik ga gewoon even wat snaps openen en let's go, man. Hier zegt iemand, je zou hem toch Gucci noemen. Waarom heet hij dan nu Chanel? Nou, het ging als volgt. Ik en Soraya waren in de dierenwinkel. Zie hem ook een beetje naar boven komen. Hij wil eigenlijk gewoon meedoen. Maar ik en Soraya waren in de dierenwinkel en we zagen vele verschillende soorten konijntjes. En toen ik deze zag, hij probeert zich een beetje te verstoppen. Kijk, hij verstopt zich in mijn jas, jongens. Hij heeft helemaal geen zin in die camera. Hij denkt, ga weg. Ik wil gewoon lekker hier hangen. Kijk, daar is die. Oh, je bent zo lief, je bent zo schattig. Maar in ieder geval, we kwamen dus in de dierenwinkel. Vele verschillende soorten konijntjes. En Soraya die zag er eentje met flaporen die ze ongelooflijk lief vond. Maar die was een stuk groter. En ik zag, ik ga hem proberen te pakken. Maar hij heeft er helemaal geen zin in nu op dit moment. Dus ik weet niet of hij verzet gaat bieden. Maar ik zag dit schattige beestje hier. En ik had gelijk het idee dat dit ook moest worden, jongens. Mwah. Want wat hij namelijk aan het doen was, is hij was zeg maar heel lief zichzelf zeg maar, aan het schoonmaken. En ik zei gelijk van, dat moet hem wel worden. En uiteindelijk is het hem ook geworden. Maar het was dus uiteindelijk een meisje voor de mensen die het niet weten. Want heel veel mensen die vragen van mij, is Chanel nou een meisje of een jongen? Ja, de naam hoor je natuurlijk al, is wel een beetje een meisjesnaam. Chanel, dat is dus een meisje. En toen heb ik dus gezegd van, nou weet je, omdat ik de konijn mocht uitkiezen, mag Soraya de naam kiezen. En die is dus voor de naam Chanel gegaan. En dat vindt Chanel ook helemaal leuk. Hij is zo nieuwsgierig nog naar alles, jongens. En wat ook heel vaak gevraagd is, is hoe oud is Chanel nou eigenlijk? Nou, ik kan jullie daar heel simpel antwoord op geven. I don't know, waarom weet ik dat niet? Oh, kijk hem weer alle kanten op gaan, jongens. Het is echt een druk beestje. Maar dat komt erdoor omdat ik namelijk niet aan die vrouw in de winkel heb gevraagd hoe oud hij is. Maar ik gok dat hij echt maar een paar maandjes oud is. We gaan even kijken welke vragen we nog meer hebben, jongens. Wat is het duurste kledingstuk wat je ooit hebt gekocht? Nou, dat is niet echt een vraag voor onze grote vriend Chanel. Het is geen vraag voor jou vandaag. Maar we gaan zo direct wel weer een vraag voor jou krijgen. Maar in ieder geval, het duurste kledingstuk wat ik ooit heb gekocht, moet ik even over nadenken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat toch wel... weet je wat het is? Ik heb een Gucci sjaal gekocht. En dat is niet per se het duurste kledingstuk. Maar zeg maar voor wat je krijgt. Oftewel gewoon een stukje stof. Is dat redelijk duur? Want die was namelijk 270 euro. Is best wel veel geld. Maar gelukkig is het niet alleen mijn favoriete sjaal. Maar is het ook de favoriete sjaal van onze grote vriendin. Ik zeg elke keer grote vriend. Onze grote vriendin Chanel. Ze ligt er namelijk altijd lekker op te chillen. Oké, jongens, mijn camera was even uitgevallen. Ik moest wel even wat shit verwijderen. Ik moest wel even mijn camera opladen. Alles in één keer tegelijkertijd. Maar dat is helemaal niet erg, want ik heb Chanel weer even terug naar zijn hok. Is daar even lekker bezig flexen. Maar hij is zo druk. Hij ligt nu eindelijk even stil. Was de hele tijd rondjes aan het lopen. Weet ik wat hij allemaal aan het doen was. Maar we gaan hem er weer even uithalen. Want we waren natuurlijk nog niet klaar met de Snapchat Q&A. Dus, wel bro, ik ga je even proberen te halen als dat gaat lukken. Hij zit daar elke keer onder, jongens, te chillen. Of hij rent hier doorheen. Het is elke keer weer wat anders. Maar ik ga hem er even bij pakken, jongens. En dan gaan we verder met de Q&A. Ik heb trouwens nog niet gevraagd of jullie een blauw duimpje omhoog willen doen. Dus bij deze doe even een dikke vette like. Dat zou super nice zijn. Het is je boy, de YouTuber. En let's go. Oké, jongens, ik ben weer helemaal back. Ik zie dat Chanel ook weer terug is. Die is lekker hier een beetje op mijn fucking broek aan het flexen. Ik vind het zo grappig hoe hij gewoon in dat hokje helemaal aan het rondrennen is. Zodat hij bij mij is en is hij gewoon lekker aan het chillen. Is hij of op mijn broek of soms ook gewoon bij mijn schoenen ligt hij daar gewoon zo lekker stil. Het is echt zo cute, jongens. Mag ik hem even oppakken, Chanel? Ik weet dat je lekker wil rusten. Maar hier is hij nog, jongens. Ah, ik vind het zo leuk, hè. Ik vind het zo'n schattig beestje. Ik heb trouwens van jullie gehoord dat je hem aan zijn kont zeg maar moet vasthouden. Omdat hij anders helemaal lijp wordt. Dus dat heb ik ook even gedaan. Ik heb hier een nieuwe vraag. Deze is van Isa en die vraagt...
Naar welk land zou je ooit nog eens willen gaan? Dat vind ik een leuke vraag, want ik zou persoonlijk heel graag nog eens een keer naar Los Angeles willen gaan, dus in Amerika. Maar ik zou eigenlijk ook wel eens een keer naar Dubai en naar Hawaii willen gaan. Dus dat zijn eigenlijk mijn top 3 landen, die ik ooit eens een keer zou willen gaan bezoeken. Ik ga ook even vertellen waarom. Los Angeles puur, omdat het natuurlijk is waar Hollywood is en daar worden natuurlijk allemaal van die, ja, dat is gewoon een beetje de stad of een beetje eigenlijk het land der celebrities, zeg maar, hè, Amerika. Hawaii eigenlijk gewoon omdat ik vroeger altijd Lilo en Stitch keek. En ik kan me nog herinneren dat het echt zo'n heel mooi strandgedeelte is. Met allemaal van die palmbomen en cocktails en mooie mei. Ik bedoel, gewoon cocktails, je weet toch. Dus dat lijkt me wel leuk. En Dubai, omdat er geen belasting is. Het is echt super weird om te zeggen, maar je weet toch. In Dubai is geen belasting. Wat vind jij daarvan, Chanel? Ja, Chanel vindt het ook leuk, jongens. We hebben allemaal geen zin in belasting, dus dat is een heel goed argument. We gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. Ik heb superveel vragen van jullie ontvangen, dat is echt super nice. Hoe oud ben jij als je leeftijd 4 keer ouder is? Oké, dat vind ik een leuke. Nou, ik ben op dit moment 17, dus dat betekent 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56. Dan zou ik 58 jaar oud zijn. Ik ben niet zo heel goed in rekenen, maar ja, 58 jaar jongens. Zie je het voor je dat er gewoon een 58-jarige DutchTuber video's voor jullie aan het opnemen is? Dus dat zou zo fucking grappig zijn, maar tegelijkertijd ook gewoon eigenlijk super weird. We gaan eens even kijken wat we nog meer hebben, jongens. Soraya of Chanel? Oh my god, Chanel, hoor je dat? Hey, kom eens. Ik moet een hele moeilijke keuze maken, Chanel. Ik moet kiezen tussen jou. Oh, kijk hoe cute. Ik moet kiezen tussen jou en Soraya. Dat vind ik echt een hele lastige keuze. Aan de ene kant ook weer niet. Ik heb Chanel natuurlijk pas eigenlijk een dag. En ja, Soraya ken ik natuurlijk al bijna een half jaar inmiddels. Dus ik ga dan toch voor Soraya. Maar dat betekent niet dat ik niet van Chanel hou. Want ik heb hem misschien pas een dagje als huisdier. Maar ik vind hem zo cute. En hij hoort echt al een beetje intiem DutchTuber thuis. Je weet toch? Dus ik ga Chanel niet skippen ofzo. Als het gaat om dingen van wat ik hou of van wie ik hou. Even kijken. Wil ik een Rolls Royce laten of een Bentley? Ik heb een Rolls Royce wel eens een keer voorbij zien rijden. Want ja, hier in de straat rijden soms wel eens wat expensive cars. Maar ik ga dan toch voor een Bentley. Ik vind een Bentley wel echt een hele mooie auto. Even kijken. Ik ga even kijken of er nog meer leuke vragen tussen zitten, jongens. Ik moet even iets naar boven misschien. Hebben we nog een leuke vraag? Even kijken. Leuke vraag. Kom op. Ik ben verliefd op het konijntje, zegt iemand. Oh, dat is super cute. Oh, hier heb ik een leuke. Hoe oud kan Chanel maximaal worden? Zoals vele mensen misschien wel weten, hebben heel veel konijnen, zeg maar, een soort van leeftijd waar ze toe kunnen komen voordat ze, zeg maar, overlijden. Want ook ons lieve konijntje Chanel gaat er op een dag een keer niet meer zijn. Ik hoop niet dat die dag snel gaat komen, maar ja, dat komt natuurlijk voor iedereen, ook voor alle dieren. Maar ja, sommige dieren leven wat langer dan andere dieren. Nu moet ik zeggen dat dit, geloof ik, wel een konijntje is die redelijk oud kan worden. En ik heb vandaag gehoord op Twitter, en dat is wel even iets waar ik een beetje bang van werd, dat dit een konijn is die valt onder de Vlaamse reuzen. En Vlaamse reuzen zijn konijnen die letterlijk zo fucking groot kunnen worden. Nu moet ik vertellen dat mij dat niet is verteld in de dierenwinkel toen ik onze lieve Chanel daar kocht. Dus Chanel, luister eens even. Je bent nu misschien nog wel zo'n klein schattig konijntje, maar jij gaat ooit een super groot beest worden. En nu snap ik ook waarom die kooi zo groot is. Want toen ik namelijk dit konijntje kocht, dacht ik al in mezelf van, wat is dat een grote kooi die ik erbij moet nemen? Want die vrouw die zei namelijk van, je moet voor dit konijntje een grote kooi nemen. Terwijl ik ook veel kleinere konijnkooien zag. Dus de reden dat er een zo'n grote kooi bij je hoort, is omdat dit konijntje heel erg groot gaat worden op een gegeven moment. En dat is wel even schrikken toen ik dat hoorde. Maar het is niet anders, jongens. Ik bedoel, we kunnen er niks aan doen. Nog een vraag. Waarom ben je in België gaan wonen? Dat vind ik een leuke vraag. Ik heb er geloof ik al eens een keer antwoord op gegeven. Maar waarom ben ik in België gaan wonen? Ik ben hem ondertussen een beetje aan het aaien. Ik vind hem zo cute, jongens. Ja, sorry hoor. Ik moet toch gewoon een beetje aanzetten soms. Maar waarom ben ik in België gaan wonen? Omdat ik België namelijk een persoonlijk leuker land vond. Klinkt misschien heel raar, maar ik vind het hier gewoon heel erg fijn. Ik vind het hier gezellig. En in Nederland zijn er veel meer mensen die mij kennen. Ik wil niet arrogant klinken, maar dan is het voor mij gewoon veel lastiger om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Of om gewoon even naar buiten te gaan. Dat is hier trouwens ook bijna niet te doen op een zaterdag of zondag. Maar in Nederland was het een stuk erger. Dus ik ben hartstikke blij dat ik hier nu woon. Hoeveel geld heb jij deze maand gespend? En die Stone Island jas heb ik ook, maar dan in het zwart. Super hard, man. Hoeveel? Ja, weet je wat het is? Ik vind het altijd nooit zo fijn om te praten over geld en zo. Want je weet toch, geld is belangrijk. Veel mensen houden van geld. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel van geld houdt. Ik heb nog nooit iemand gezien die zei, fok geld of ik hou niet van geld. Maar er zijn wel belangrijkere dingen dan geld in het leven. Zoals liefde, vriendschap en natuurlijk gelukkig zijn. Dat zijn 3 dingen die moet je niet vergeten. Die gaan altijd net even iets boven geld. Nu moet ik zeggen dat ik deze maand een beetje tekeer ben gegaan. Ik ben namelijk, ik ga er ook gewoon heel eerlijk over zijn. Ik ben
10 dagen geleden uitbetaald. En ik heb redelijk wat geld uitgegeven. Dus ja, ik moet ook zeggen dat onze grote vriendin, ik zeg ook je onze grote vriend, maar ik moet ook zeggen dat onze grote vriendin Chanel ook redelijk wat geld heeft gekost. Niet alleen Chanel, maar ook de kooi en alle dingen die erbij hoorden. Ik ga geen bedrag noemen, maar het was iets duurder dan een gemiddeld huisdiertje zou kosten. Kan er misschien wel komen omdat het een bepaald soort ras is, ik weet het niet, maar het was redelijk duur. Maar dat hebben we natuurlijk gewoon over voor dat lieve beestje. Even kijken. Job, ik wou zeggen dat ik nu al 2 jaar naar je video's kijk en dat ik zie dat je gegroeid bent als persoon en als YouTuber en dat je veel beter bent geworden in wat je doet. Love naar jou. Nou, Iris, ik wil zeggen, shout-out naar jou, super awesome. Ik doe het natuurlijk tot de dag van vandaag nog steeds voor jullie. Ik vind het super tof en vooral leuk om te horen dat jullie me allemaal nog zo lang volgen en zo supporten. En ik denk dat Chanel dat ook wel leuk vindt. Of niet, Chanel? Ja, goed zo. Ik heb geen idee of die ja zijn, maar laten we ervan uitgaan. Volgende vraag. Had je nog een andere naam die je wou geven aan Chanel? Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik zelf zat te denken aan de naam Foxy. Maar toen ging ik dat googlen. En toen kwam ik erachter dat Foxy ook een soort van blad is met naakte vrouwen erin. Om het nog maar even netjes te houden. Dus toen hebben we er toch maar voor gekozen om hem Chanel te noemen. Soraya die wou hem in eerste instantie Balenciaga noemen. Maar ik vond dat zo'n lange naam dat ik dacht van nee, dat gaan we niet doen. Want als ik bijvoorbeeld een video wil opnemen met Chanel. Zo heet hij dus nu. En hij zou Balenciaga heten. Dan zou het een veel te lange titel worden. Dus Chanel... Ik hoop dat je er blij mee bent. Oh, rustig. Ik hoop dat je er blij mee bent dat je naam Chanel is en niet Balenciaga. Ik denk dat hij er wel blij mee is. Balenciaga vind ik ook zo'n lange naam. Cool, dan gaan we nog even 1 vraag doen. Hoeveel geld verdien jij per maand? Oh my god, jongens. Ik krijg zoveel vragen over geld. Er zijn zoveel leukere dingen waar jullie mij vragen over kunnen stellen. Ik ga geen bedrag noemen hoeveel ik per maand verdien. Ik vind dat ook niet echt belangrijk om in een video te vertellen. Zoals ik net al zei, er zijn meer dingen dan geld in het leven. Nu moet ik zeggen dat het in ieder geval genoeg is om gewoon lekker van te kunnen leven. Om plezier mee te hebben. Om voor dit lieve kleine beestje te zorgen. Die nu lekker hier aan het flexen is. Oh, kijk jongens, dat is zo goed. Ik vind hem zo leuk, hè. Ik ben zo blij dat ik hem heb, echt waar. Het is misschien heel raar om te zeggen, maar... Zeg maar, ik ga heel eerlijk zijn, voordat ik dit konijntje zeg maar kocht... Was ik echt heel erg sceptisch erover. En sceptisch is zeg maar, ik geloofde niet helemaal. Ik geloofde het niet helemaal dat je je echt zo kon hechten aan een huisdier. Ik zag heel veel mensen altijd zeggen van... Oh, mijn huisdier is echt maar anders. En sommige mensen die zeiden dat zelfs over bij wijze van spreken een goudvis... Of over een ratje of een eend bijvoorbeeld. Dus ik dacht van, nou, dat zal allemaal wel, weet je. Je hebt zo'n huisdier, het is vast wel leuk om te hebben... Maar je gaat je er vast niet echt aan hechten. Maar ook al heb ik hem nu pas 2 dagen, of eigenlijk pas een dag... Sinds ik mijn grote vriend of vriendin Chanel heb, die zo cute is... Kan ik eigenlijk gewoon inderdaad wel snappen dat het echt super leuk is gewoon om zo'n beestje te hebben. Kusje. Mwah. Jongens en meisjes, dit was de Q&A samen met Chanel. Het lijkt er misschien omdat ik hem nu heel hard vastpak, maar dat valt echt mee. Ik heb deze hand, die heb ik bijna niet zeg maar vast. Alleen ik hou hem een beetje hier zodat hij niet valt. En hiermee ondersteun ik hem zeg maar. Oh. Soms likt hij ook dan. Dat is zo weird. Soms likt hij in één keer aan mijn hand of zo. Dan denk ik echt van wat de fuck, je bent toch geen hond of kat. Maar nevertheless, vond je dit nou een leuke video? Dan kun je even een... blauw duimpje omhoog doen. Volg mij natuurlijk ook even op Instagram en volg mij even op Snapchat. Dat staat hier beneden in de beschrijving. Mijn Instagram is DutchTuber met 2 R'en en mijn Snapchat is DutchTuber YT. Dus als je me nog niet volgt, dan kun je dat doen. Ik ga onze grote vriend weer even terug doen in zijn kooitje. Jullie kunnen dat mooi even meekijken zo. Want het is weer leuk geweest voor hem. Ik ga hem lekker laten rusten de rest van de avond en nacht. En dan hoop ik dat hij een lekkere nachtrust heeft, jongens. Ik ga hem even terugbrengen. Nou jongens, we doen de kooi even dicht. Zo. Jongens en meisjes, dat was je voor de YouTuber. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog zoals ik al zei. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. Mwah. Dikke vette shout-out naar Team de YouTuber. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Mwah. En adios. Mwah.